dat, jongens. Ik heb gewoon mijn eigen kleedkamer. Het gaat gewoon bij de beginnen, jongens. Oh my god. Ga naar de kleedkamer, alsjeblieft. Oké, bye. Repeteren. Hi jongens, welkom bij een nieuwe week. Het is vandaag vrijdag en nou ja, zoals je kon zien was ik net al een beetje aan het repeteren voor zometeen. Ik heb vanmiddag hebben we spacing in het Ziggo. Dus dat houdt in dat we gewoon daar voor de eerste keer staan met z'n allen. En dat we alles gewoon vastleggen qua plaatsen, waar je staat, op wat voor moment je afgaat, dat soort dingetjes. En dan is gewoon morgen en overmorgen de show al. Het gaat zo snel, het is echt niet normaal. Echt, echt heel bizar. Ik heb er zoveel zin in. Echt, echt niet normaal. Oh my god, jongens. Ik heb gewoon mijn eigen kleedkamer. Ik dacht dat April, Omri en ik gewoon met z'n drie in een kleedkamer zaten. Maar ik heb gewoon een hele kleedkamer voor mij alleen. Ja, bizar. Nou, ik ben een beetje vroeg, maar dat ben ik altijd. Probeer ik altijd te zijn. Om me gewoon even mentaal voor te bereiden op straks. Zodat ik gewoon meteen kan gaan. Dus ik ga zo meteen even mijn moeder bellen. Eventjes nog even door de show heen. En dan horen wat de bedoeling is. Hoe laten we het podium opgaan? Ik heb er zoveel zin in. Ja. Balkon, want daar moeten we ook af op staan. Oké, het is 11:15 en we zijn nu net klaar. Helemaal kapot, maar het wordt zo tof, jongens. Echt niet normaal. Ik heb er echt zin in. Morgen om 11:00 weer hier. Dus ik zie jullie morgen. Nou, het is vandaag zaterdag. Oh, een hele haar hier. Het is vandaag zaterdag en ik ben net in de make-up geweest. Het gaat gewoon bijna beginnen, jongens. Oh my god. Ik vind het zo spannend. Ik kon van tevoren niet echt filmen, want we hebben een repetitie gehad met kleding. Dus dat was even, ik moest me even goed focussen. En dat was gewoon echt een hele fijne repetitie, want zo weet ik gewoon precies waar ik moet staan. En het wordt gewoon echt heel vet. Het wordt zo'n toffe show. De dansers zijn te gek. Umberto is te gek. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En we hebben net tijd gekregen om te eten en alles. Om ons eventjes mentaal voor te bereiden. En het is nu 5:15. En ja, we hebben nog wel eventjes. Dus ik probeer zoveel mogelijk te filmen. Maar het is echt de eerste show. Dus het zal behoorlijk heavy zijn. Dus waar ik kan filmen, film ik. Dus ik probeer jullie een beetje backstage mee te nemen. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. En make-up zit erop. Mijn lippen worden zo nog gedaan. En ik krijg zo meteen nog een check-up. En dan
ready to go. Oké, we are almost ready. Allemaal gezellige mensen hier. Ga in de kleedkamer alsjeblieft. Oké, bye. Nee, oh, ik heb er super veel zin in. April is hier. Hallo. Met Roos. Roos is er nog steeds. Oké, we moeten zo gaan, hè? Oké, we gaan nu zenderen. Oh my god, jongens, het is zo spannend. Oh ja, hier moeten we even bukken. Oké, Beyoncé, let's go. Oké, let's sender. Oké, ik ga even zenderen, dus dat moet ik even met twee handen doen. Oh my god, ik moet hier achter zitten, iedereen. Succes, jongens! Succes, succes! Succes, baby! Succes, succes! Veel plezier! Veel plezier, meiden! Heel lekker! Hallo! Oh my god, het zit erop! Oh! Het was zo insane. Niet normaal, ik ben er gewoon even helemaal stil van. Nee, het was echt geweldig. Ik ga nu heel snel met me omkleden naar mijn familie toe. Het was echt, oh, ik kreeg zoveel energie van de mensen. Echt niet normaal. En morgen gewoon weer. Zo, day 2. En ik dacht, ik laat even mijn outfit zien. Dit glitterpak is van de Zara. En deze body hieronder ook. Ik weet niet of je het goed kan zien. Ja. Ready. Oké, dit is look 2. Ik ben echt obsessed met deze rok. Niet normaal. En dan nog steeds met deze body hieronder. Dit zijn mijn in-ears. Hallo allemaal. Het is vandaag, even kijken. Het is vandaag woensdag. En ik heb de hele dag gechilled eigenlijk. Geëdit vooral. Mijn vlog die kwam om 2 uur online van afgelopen week. Omdat ik het niet redde in verband met de repetities met Let's Dance. En ook dat na heel Gran Canaria terugkomen. Redde ik het gewoon niet om de vlog op vrijdag te doen. Dus die heb ik pas vandaag kunnen posten. En dan moet ik vanavond... Oké, too much information. In ieder geval, er komt vrijdag gewoon weer een vlog online. Ik wil het ook echt vasthouden, want ik heb ook een poll gedaan op mijn Instagram. Wat jullie chille tijden vonden, / dagen... wanneer de vlog online zou komen. En iedereen zou eigenlijk gewoon op de vrijdag. Hou het gewoon op de vrijdag. Dus dan hou ik het ook gewoon op de vrijdag. Verder ben ik gewoon de hele dag een beetje in de weer geweest met Eva. Eva had ook vandaag haar prikjes. Ze had dit keer maar 1. Maar het was weer krijzen. En wie is dit? Oh my god, Aida. Oké, ik ga haar zo beantwoorden. Aida, ik beantwoord jou zo. Ja, dus ik was gewoon... Ik weet niet eens meer wat ik zei. Whatever. dus ik was vandaag gewoon eventjes druk in de weer.
Verder ga ik zo met Mick een hapje eten bij Jans. Daar wil ik al heel lang eten, maar ik heb er echt nog nooit gegeten. En oh my god, jongens, kunnen we het heel even hebben over Let's Dance? Het was waanzinnig om daar gewoon te staan samen met Omri en April. En we hadden zulke leuke blokjes steeds. En nou, gewoon die hele show was gewoon insane. Die dansers. Umberto was gewoon echt zoals altijd een held. En ja, hij is gewoon zo goed. En Timor was fantastisch. Echt, nou, ik was zo blij om in die show te zitten. Dus thank you, Let's Dance. Thank you, Humberto. Dat je dit gewoon doet, elk jaar. Gewoon Ziggo omtoveren in de grootste discotheek ever. Het is insane. Echt, iedereen ging ook dansen, zingen. Iedereen had zo'n heerlijke energie. En de show ging ook gewoon echt heel goed. Het waren 2 dagen. Best wel heftige dagen. Maar ik heb echt genoten van elk moment. Oh my god. En ik heb een foto met Miss Chaka Khan. Oh my god, ik ga hem even laten zien. Oh my god. Kijk nou. There she is. Oh my god. Ja, sorry. Dat is gewoon een legende. En ik mocht gewoon backing vocals doen achter haar. Gewoon a dream come true. Ik kan hier nog zo lang op nateren, jongens. Echt heerlijk. En het voelt ook gewoon echt weer heerlijk om gewoon weer terug te zijn. Ik ben gewoon weer back. Mommy's back. Zo, ik kom net thuis. En ik was naar het event van de MAC. MAC Cosmetics. En superleuk. Ik was superleuk aangekleed. Ik had op Insta Stories dat ik... had ik een filmpje gemaakt met allemaal cupcakes en allemaal confetti dingetjes. De nieuwe faceline is uit. En nu heb ik echt 4 super cute lipstiftjes gekregen. Ik ga zo even kijken welke kleur. En een heel mooi palet. Oké, dus ik ga nu even kijken welke kleur die lipstiftjes zijn. En... het palet even bewonderen. Oké, ik ben benieuwd. Bouw op. Het zijn allemaal minis, hoe schattig. Dit is Bow Up. Het is een hele mooie donkerrode. Love it. Dit is Bloom. En die is wat feller. Een soort Ruby Woo-achtig. Dit is Garland. Beetje paarsig. Heel mooi. Oh my god, deze heeft glitters. Deze heet... Coral en Carol. Die heeft gewoon glitters. Oh my god. Love it. Niet normaal. Helemaal verwend. Ik ga vanavond uit. Dus ik zal kijken of ik eentje op kan doen. Of het mooi staat. That's it. We gaan vanavond uit. En Eefje is bij haar oma, bij Mick's moeder. En die haal ik morgenochtend weer op. Maar ik heb zoveel zin om weer uit te gaan. Niet normaal. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Leuk dat je hebt gekeken. Het was een geweldige week met Let's Dance en zo. En ja, er komen nog heel veel andere leuke dingen aan. Dus abonneer je op mijn kanaal. Share, like, doe wat je moet doen. En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe video. Doei!
Mwah. Oh ja, mijn pink is eraf. Mijn nagel. Love my life.